Hey hamsterliefhebbers, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Ik heb mijn hamster hier staan in dit verblijf. Hij is nu eventjes verstopt, maar die komt vast wel weer een keer tevoorschijn. Maar dit is mijn assistente om jullie te laten zien hoe je een hamster kan tam maken. Ik weet dat veel van jullie er toch soms een beetje moeite mee hebben en dat snap ik heel goed, want hamsters zijn best wel kwetsbare diertjes en ze kunnen hard bijten. Er zijn verschillende manieren om een hamster tam te maken, maar ik laat jullie nu deze keer een manier zien die ik het meest heb gebruikt bij al mijn hamsters en ze zijn eigenlijk allemaal wel tam geworden. Het is belangrijk alleen om van tevoren te weten, wat is nou tam? In deze video ga ik ervan uit dat je een hamster tam wilt krijgen doordat hij op je hand kan lopen. Maar ga er niet vanuit dat je ze zo lekker kan kroelen. Hamstertjes zijn daar nou niet helemaal geschikt voor. Ook hangt het een beetje af van welke ras hamster je hebt. Ik heb hier een Russische dwerghamster. Die zijn vaak wel redelijk goed tam te krijgen. Maar Roborovski hamsters, die kunnen tam worden. Als zijn ze bijten niet, ze zijn niet bang en niet agressief. Maar het zijn wel over het algemeen veel snellere en vluggere diertjes. Dus je kan daarvan wat minder makkelijk verwachten dat die gewoon braaf op je handen blijft. Dat kan je weer meer met een Syrische of wel een goudhamster als het ware. Maar hou er dus rekening mee met wat voor soort hamster je hebt. Ze hebben ook allemaal verschillende karakters. De ene die zou het iets fijner vinden om opgepakt te worden dan de ander. Dus ik kan je nooit 100% de garantie geven dat het meest tamme en lieve hamstertje wordt wat jij wenst. Dat is echt karakterafhankelijk en hoe vlug en hoe vrolijk de diertjes zelf zijn. Dat gezegd hebben we de eerste tips. Het is belangrijk als je een hamster in huis haalt dat je ervoor zorgt dat ze een goed verblijf hebben. Dit is een voorbeeld van een goed verblijf en waarom is dat nou belangrijk? Een hamster moet zich veilig kunnen voelen, genoeg eten hebben en die moet zijn energie kwijt kunnen. Dus alleen een loopwiel is echt niet voldoende. Ze moeten ook echt heen en weer kunnen rennen om hun energie kwijt te kunnen. Maar ook door middel van graven, dus zorg ervoor dat er echt wel genoeg bodembedekking in een verblijf zit, zodat je hamster zich zowel veilig voelt, dus weg kan schieten, maar ook zijn energie kwijt kan door te graven. Dit is heel belangrijk om ervoor te zorgen dat jouw hamster dus ook de aandacht ervoor heeft en zich veilig genoeg voelt om nieuwe dingen aan te gaan. Dus om tam gemaakt te worden. Want een hand in het verblijf is best wel spannend. En als die weet, ik zou elk moment weg kunnen schieten, ik zou elk moment weg kunnen gaan en vluchten, zijn ze vaak ook sneller geneigd om juist op onderzoek aan het uit te gaan. Dus hou dat in je achterhoofd. Stap 1 van het tam maken van je hamster is, als die nieuw bij jou is, laat hem eerst zeker 48 uur wennen aan het verblijf. Zorg ervoor dat hij de hoekjes kent, laat hem eerst onderzoeken, zodat hij weet waar hij heen zou kunnen vluchten als hij dat zou willen. Dat is 48 uur. In die 48 uur went hij ook al een beetje aan geluiden in je huis, dus wordt alles al een stuk minder spannend dan wanneer je er direct mee wil gaan beginnen. Ik hoop dat jullie dit begrijpen, want dit is eigenlijk al gelijk een van de belangrijkste stappen in het hele tammakenproces. Stap 2 wordt een beetje in stap 1 verweven. En dat is, ga erbij zitten. Wat ik nu dus eigenlijk doe, ik zit erbij. De hamster die hoort mijn stem, die hoort deze geluiden. Laat de hamster wennen aan jouw aanwezigheid, aan de geluiden. En als die wakker is, ga er ook eens bij zitten. Meestal zijn hamsters nachtactief, dus die komen rond de schemer en in de avond naar buiten. Als je merkt dat je hamster wakker is, ga er dan bij zitten en ga dan juist hier zitten. Wat praten, laat hem weten dat jij het bent en dat je hem geen kwaad doet. Hij is veilig, achter glas, achter wat dan ook dat je hem hebt zitten. Hij weet dat je hem niks gaat doen als je gewoon zo zit en praat. Zo raakt hij ook gewend aan jouw stem, voelt hij zich veilig. En wel belangrijk om te weten, ga niet overdag jouw hamster wakker maken omdat je dit nu wilt doen. Zorg ervoor dat ze zelf wakker zijn. Wakker maken, nou bedenk zelf maar, als jij wakker gemaakt moet worden voor als je naar school moet of naar je werk moet, dan daar hou je ook niet zo van. Dan kan je een beetje chagrijnig zijn, een beetje ochtendhumeur. Hamsters kunnen dat ook hebben. En over het algemeen bijten hamsters toch iets sneller als je ze wakker hebt gemaakt. Vanaf nu ga ik proberen dingen voor te doen. En dat is lastig als je met dieren werkt, want ze willen niet altijd even lekker meewerken of hebben er eventjes geen zin in. Dus we zullen zien wat hij komt doen. Maar dat is, geef lekkernijen. Ik heb hier bijvoorbeeld een potje met zonnebloempitjes. Vinden ze lekker, maar je kan ook meelwormpjes geven. Is ook lekker voor ze. Of gewoon hun eigen voer. Wat dan het belangrijke is, is als die wakker is. Dat ga ik dus even kijken of die wakker is. Om te laten zien, hey, er komt voer aan. En hij hoeft het niet gelijk uit je hand te pakken. Hij hoeft het niet gelijk op je hand te lopen. Maar je doet simpelweg, ik laat het je zien.
Ik heb een zonnebloempitje. De hamster die komt eraan. Ik zal deze even opzij zetten. Kijk, daar is de hamster. En in plaats van dat je hem gelijk gaat geven, met deze hamster zou dat kunnen, leg je hem in de buurt. Dan ziet hij, het eten die komt bij jou vandaan. En dat doe je dus meerdere keren, totdat je merkt dat hij dat eigenlijk helemaal niet meer zo spannend vindt. En dan misschien zelfs wel naar jouw hand toe gaat komen. Dat is een heel goed teken als hij naar jouw hand toe komt. Dan laat hij heel duidelijk zien, weet je, ik vind jou eigenlijk helemaal niet eng. Sommige hamsters die krijsen en die vinden het heel spannend. En dan ga je eigenlijk pas door met de volgende stap als de hamster naar buiten durft te komen en dus niet meer krijst. Krijsen is namelijk echt een teken van heel, heel erg bang zijn en denken, ga van mij weg. Dus dat moet je proberen eruit te halen als het ware. De volgende stap die je doet is proberen of de hamster het eten uit je hand wil pakken. Je hebt hier Nibbit. Nou, Nibbit die accepteert dat natuurlijk al supergoed, want die is al tam. Hij pakt het uit mijn handen, zie je dat? Hij pakt het zo van me aan. Stel, jij bent bezig met je hamster tam maken en je hebt net deze stap kunnen doen. Ga hem dan niet opeens gelijk aaien, want dan kan je weer helemaal terug bij af zijn. Want dan kan het weer denken van, oh jee, die hand doet meer dan alleen maar eten geven. Hou het eventjes alleen bij het eten. De stap die je hierna doet, mocht hij dit heel makkelijk uit je handen pakken. Ik doe dit meestal met gewoon zijn eigen voer, want dan doe ik wat meerdere snoepjes op mijn hand. Maar dat doe ik dan dus zijn eigen voer, dus geen snoepjes. Wat je vervolgens gaat doen is voer op je hand leggen en dat leg je dan zo in het hok. Dan kan de hamster zelf voer van jouw hand afpakken. En meestal gaan ze dan een beetje op je hand staan. En dan kan je daar vanuit daar verder bouwen. Mocht je dat spannend vinden, wat ik me kan voorstellen. Want er zijn hamsters die dan juist in de zijkant van je hand gaan bijten. Vaak zijn het knabbeltjes van, ben jij eetbaar? Maar mocht jij dat een beetje spannend vinden, graaf je hand dan een klein beetje in. Sowieso als je hiermee bezig bent, moet je eerst even je handen gewassen te hebben. Maar dus de geur van hamster aannemen, dat helpt al helemaal om ervoor te zorgen dat je geen buitenstaander bent, als het ware. De geur is bekend voor hem. Maar wat ik doe, is letterlijk mijn hand een beetje in de bodembedekking. Hoppa, daar ging die al. Hij zag me al aankomen. En dan gaat hij op je hand zitten. Ik weet niet of je het kan zien zo. De kans zit er natuurlijk heel goed in dat als jouw hamster zo van je hand heeft gegeten, dat hij daarna eventjes wegrent. Dat is dan eigenlijk dat ze hun wangzakken even gaan legen in een holletje. Dus ga er niet vanuit dat ze gelijk niet meer terugkomen. Wacht eventjes. Vaak komen ze even terug om een nieuwe lading voer te halen als het ware. En dat doen ze dan uiteraard bij jou. Mocht je het zelf eventjes wat minder spannend vinden, dan kan je natuurlijk jouw hand buiten de bodembedekking houden. Zo leert hij dat die hand natuurlijk geen eten is. Dit is eigenlijk blijven herhalen, herhalen, herhalen. Net zolang tot je hamster het niet meer eng vindt, maar ook dat jij het niet meer eng vindt. Ik kan me namelijk heel erg voorstellen dat als je een keer bent gebeten door je hamster, of het allemaal toch een beetje spannend vindt, dat je zelf ook schrikkerig wordt. Als jij je hand dan bijvoorbeeld wegtrekt, dan kan het weer zijn dat je een stapje terug moet. Dus zorg ervoor dat jij het zelf ook echt niet meer spannend vindt. Het maakt echt niet uit hoe lang het allemaal duurt, zolang jij je er maar fijn bij voelt. Dat is het allerbelangrijkste. De volgende stap is eigenlijk hetzelfde als wat je net deed. Je hand in het hok leggen en dan langzaam je hand een beetje omhoog doen. Dat je hem als het ware optilt. Mocht hij niet helemaal op je hand zitten, dan kan je hem bijvoorbeeld met je vingers zo een tikje geven, zo tegen zijn kont van hup, kom wat verder op mijn hand. Of met je duim, of met je pink. Zo kan je hem alle kanten een beetje opsturen op je hand. Net een heel klein zetje, niet zo huppa, want dan valt hij zo over je hand heen. Heel zachtjes, zodat hij op je hand komt geschoven, beter bij het voer kan. En dan kan je hem zachtjes optillen. Dit doe je eerst maar echt een heel klein stukje. Meer voor je eigen vertrouwen ook. Voor het gevoel voor de hamster dat het een beetje kan bewegen. En zet hem dan weer terug. Dit kan echt wel een tijdje duren. Een week, 2 weken. Voordat hij er echt wel aan gewend raakt. En jij zelf natuurlijk ook. Als je dat dan gedaan hebt. Dan kan je steeds een beetje hoger. Dan kan je weer een beetje hoger. En ik zal het nou laten zien. Want ik zie dat hij terugkomt. Ik heb bij deze hamster een soort landingsplaats als het ware. Dit is de plek waar ik hem altijd oppak. Dus als hij het prima vindt, komt hij meestal hierheen. Als hij het niet prima vindt, dan loopt hij meestal ergens om. Of als hij het gewoon geen zin in heeft, dan loopt hij gelijk weer van mijn hand af eigenlijk. Kijk, en dan kan ik hem zo met mijn duim een beetje opscheppen.
Zo, en dan ga je steeds een beetje hoger. Wat ik zei, deze hamster die kent het al. Dus ik kan makkelijk even zo snel laten zien. Maar in het echt moet je dat dus niet doen. Bij een hamster die het misschien wat spannend vindt. Dan begin je hier en steeds een beetje hoger. Maar dit kan per dag verschillen. Dat betekent dus niet dat dit allemaal in één dag moet gebeuren. Je kan hier steeds sneller in worden. Wat ik zeg, deze hamster die is al tam. Oh, je kont, schat. Zo. Dus die kan ik makkelijker, hup, zo uit het verblijf halen. Maar dan moet je net even wat langzamer doen. Loop maar, ik heb niks meer. Zie je? Ik heb niks meer. Maar dan kan je hem zo uit het verblijf halen en weer terug. Op een gegeven moment uit het verblijf. Je kan het steeds sneller doen. Dus wat je net zag, hoe ik hem gewoon zo optilde, dat kan je een beetje experimenteren. Met wat kan hij al, wat durft hij al. Durft hij het nog niet, dan doe je een stapje terug. Wat ik wel nog hier even bij wil vertellen. Ik heb bijvoorbeeld 2 katten. Als je dit gaat oefenen, ook met uit het verblijf tillen. Want dat is eigenlijk weer laatste stap in het tam maken. Hem uit het verblijf tillen. Let erop als je dit oefent dat het veilig is. Dus geen katten, geen honden, geen roofdieren. Het moet gewoon veilig zijn in het verblijf en in de omgeving waar je dit aan het oefenen bent. Mocht het zijn namelijk dat het toch heel erg spannend wordt buiten het verblijf en je hebt hem op een gegeven moment zo vast en hij schiet er toch vandoor. Het kan altijd gebeuren. Je zal niet de eerste zijn waarbij dat gebeurt. Wil je niet dat je kat hem te pakken krijgt. Dus let erop. Doe je kat even in een andere kamer. Of ga zelf in een andere kamer met je hamster. Verzin iets. Maar zorg ervoor dat het veilig is om dit te oefenen. En uiteindelijk is je hamster tam, hè? En dan kan je hem gewoon zo vasthouden. Deze kan je ook een beetje aaien. En als die klaar is met eten, dan rent die meestal ook wel weg. Dus met deze hamster is het voornamelijk tam, als zijnde ik kan hem oppakken, hij bijt me niet. Maar als ik hem eruit haal, dan zet ik hem meestal in een ren of een plek waar hij veilig kan spelen. Dus het is ook geen knuffelhamster die ik lekker kan kroelen en zo. Maar wat ik zei, dat is meer een karakterverschilletje. Dat is deze. Het kan wel, maar ik merk dat hij blijer is als hij gewoon lekker rond kan rennen. En daar let ik meestal op. De hamster vindt dat het fijnste. Ik hoop wel dat jullie aan Nibbit een hele goede assistent hebben gehad. Dat jullie begrijpen nu hoe je een hamster tam kan maken. Mocht je toch twijfelen, denk je, hè, ik snap het niet. Of dit stukje is me niet helemaal duidelijk. Laat het me dan zeker weten in de reacties. Ik wil jullie heel graag helpen om ook zo te kunnen genieten van jullie hamster. Dus schroom niet. Geen vraag is te gek. Zet het hieronder in de reacties. Ik help jullie heel erg graag. Doe ook een duimpje omhoog op deze video als je het een interessante video vond. Helpt ons oprecht heel erg. Duimpjes omhoog, dat laat YouTube weten, hey, dit is een interessante video. En dan krijgen allemaal andere mensen met hamsters deze video ook te zien. Kunnen we alleen maar meer mensen helpen. En natuurlijk meer hamsters. Vond je dit nou ook een hele leuke video? Een interessante video? Wil je hier meer van zien? Wil je niks missen van informatieve video's? Abonneer dan ook op dit kanaal. Dat is gratis hieronder in de rode knop. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer in een nieuwe video van de Dierenvriendin. Hey, heel erg bedankt en tot ziens. Doeg! Ik denk dat Nibbit. Oh nee, die is er nog. Ik dacht dat jij alweer verstopt was, schat. Hallo.